We zijn binnen bij Bonen TV! Hey! Nou, ik sta hier met... Chelsea. En Chelsea. Nee, en als je moest kiezen, of wat je leukste deed? Leukste? Uit eten. Ja, uit eten? Ja. En... Met wie was dat? Ik ga geen namen noemen. En waar was je uit eten? Spanje. Oh, in Spanje? Ja. Zo, lekker. Was een beetje warm daar? Ja. Ja, was warm? Was lekker weer. Als je echt een red flag hebt bij een jongen, wat is dat dan? Ja, zeg maar, te stoer doen als zijn vrienden er ook bij zijn. En zeg maar, als je vrienden een beetje kut gaan praten over jou, dat diegene het niet voor je opneemt. Dat vind ik echt wel een red flag. En heb je dat ook een keer meegemaakt? Ja. Wat heb je daarna met die jongen gedaan? Niet verder gegaan, want dat gaan we niet doen. Had je hem op Snapchat? Ja. Had je hem verwijderd? Ja. Ah, arme jongen. Het is een andere tijd. Loco, locomotief. Het is een andere trein. Loco, locomotief. Goed zo. Nou, heel erg bedankt voor dit interview. Dankjewel. Op onze Instagram hadden wij een giveaway waarbij je 75 shotjes Dutch Drop kon winnen. En de winnaar daarvan komt ze nu ophalen. Ik sta hier met... Kayo. En Kayo. Kayo, studeer jij? Ja, ik studeer. Hoe was jouw ontgroening? Interessant. Heel interessant. Ja, wat gebeurde er allemaal? Wat is het raarste wat je daar meegemaakt? Ja, ik had zeg maar... je had een soort van Nederlands boekje wat je moest leren. En uiteindelijk was ze die kwijtgeraakt. En daar stonden gewoon heftige consequenties achter. Alleen ik had dus een notitieboekje bij me die exact op dat boekje leek. Dus elke keer dat ik moest laten zien, had ik dat notitieboekje. Uiteindelijk toen ze erachter kwamen, ja, dat was een heel slecht tekenen. Dus uiteindelijk werd helemaal verneukt. Mijn hele lichaam moest onder mamiet. Dat is allemaal goor boterhamspul. En ja, dat is wel het slechtste wat er is gebeurd. Maar uiteindelijk was het wel een grappig verhaal. En hoe voelde je je na je ontgroening toen je weer thuis kwam? Echt, dat was het beste moment uit mijn leven. Het was zo van holy shit, normaal eten, holy shit. Ik hoef niet meer fucking 4 uur te slapen per nacht. Het was echt fantastisch. Dan werd hier opeens gewoon alles weer. Nou, mooi man. En wat vind je van Bode? Wat vind je van Pook? Nou, Bode, ik ben nu toevallig vanavond weer. Ik was vroeger hier heel vaak, vond het ook altijd fantastisch. Alleen, ze scoort. Ben ik weer gekomen, dat ik zag, het is druk, een nieuwe eigenaar, leek me leuker. Dus, en Pook, ook ontzettend leuk, gewoon een nice artiest. Dus ja, ik was er van vanavond, kom ik wel hier. Nou, mooi man. Dankjewel, geniet van Pook. Nou, ik sta hier met... Het Rijk Donker. En met... Sam. En ik hoorde dat jij een vriendin hebt. Ik heb man, monsterkrappe vriendin. Wil je iets tegen haar zeggen? Lisa, ik hou van je. Hoe lang hebben jullie al een relatie? Bijna een jaar. En hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? Op school. En wanneer hebben jullie elkaar verkering gevraagd en wie vroeg het? Ik vroeg het thuis. Thuis? Ja. Heb jij nog een leuk verhaal van tijdens het uitgaan? Hij is gepijpt. Gewoon lekker veel bier drinken en gewoon lekker plezier maken. Hij is gepijpt. Je bent gepijpt tijdens het uitgaan. Nee, ja, dat was bij een keut ergens hier buitenaf. Hey, hier zijn ze ook allemaal keurig. Ja, hè? Hier zijn ze allemaal keurig. Er gebeuren nooit een hele rare dingen. Ik hou van Bode. Is dat niet dat ik weet? Ja, en waarom hou jij van Bode? Ah, het is een gezelligheid. Het is gezellig. Mooi. Het is gewoon mooi. Ik ken een aantal mensen hier, dus ja, daar kom je ook gewoon vaker heen. En als er één artiest is die nog naar Bode moet komen, wie zou dat dan zijn? Dimitri K. Kevin. Ja, Kevin. Sims, jij is mijn bier op pech gegooid. Sorry, ik ga je bier niet betalen. Ik heb daar geen geld voor. Daar vraag ik ook niet op. Ik sta hier met mijn guy. Mijn andere guy loopt weg. Dit is mijn guy, bro. En wat is een strijder. Wat is het raarste wat jij ooit hebt meegemaakt tijdens het uitgaan? Tijdens uitgaan? Oh. Dat mijn biertje uit de hand wordt Nee. Ik weet niet, man. Ik was in Eindhoven. Ik stond met een vrouw van 38 te schuren. Van 38? Ja, lukt toch? Hoe oud ben jij? 16. Ik laat dit aan de comments over. Maar dat wist zij niet. Nee, grapje, wist zij wel. Vies. Vies. Moet je niet aan doen, vies. Maar de comments, kom wel op TikTok. Haha, shit. Hé, volg mij even, ja. Ik weet het met TikTok helemaal niet. Shit. Oké, heb je nog een vraag? Hoe versier jij nou een meisje in de club? Ah. Ja, weet je wat het is? Eigenlijk niet, man. Nee? Nee, eigenlijk niet. Ik koop mijn biertje en ik doe mijn ding. En dan blijkbaar wordt hij helemaal uitgetikt. Ja. Ja. Dat is weer zonde. Ja, zo kan dat ook, toch? Ja. Ik ben gewoon een goede jongen. Nee. Zo hoort het. Ja. En wat zijn eigenlijk jouw type dan?
Mijn type? Ja, wel blond en blauwe ogen, man. Blond en blauwe ogen? Ja. Zoals dat meisje die net jouw biertje, dat biertje tikte tegen. Ja, maar ze heeft mijn biertje uit het hoofd getikt. Dus dat is gelijk een min 1. En zo kan het ook, toch? Ja. Kom je ook wel eens naar Bode op zondag? Ik ben er wel weer helemaal van. Ik naar Bode op zondag. Ja. Tot nu toe nog niet. Maar. Ja, klinkt wel eens een leuk idee. Hey. Kom op TikTok. Oh, dat is een frietje. Nee. Jawel. Shit. Hey, mijn boys. Ik spreek jullie later, ja. Oké, ik sta hier met... Marijn. Nessa. En wat is het grappigste wat jullie hebben meegemaakt tijdens of na het zuipen? Ik had een vriend, die flikkerde gewoon in de sloot. Klaar. Hij flikkerde gewoon in de sloot. En zwom hij er zelf uit of hebben jullie maar uitgetild? Nee, er kwam een oude vrouw en die zei dat we moesten helpen. Hoe versieren jullie nou de dames in de club? Kijk, ik ben gewoon zo lekker. Ik vraag gewoon hoe ze heet. Dan bied ik haar een drankje aan. Gewoon netjes. En dan dat gaat het allemaal vanzelf. Echte gentleman hoor ik al. We komen uit Diepenveen, we moeten ergens voor staan. Kijk. We moeten ergens voor staan. Jullie zitten op voetbal. Hoe gaat het met de voetbal? Als je mij nog niet kent, ik sta 1 keer op Bode TV. Als ik er gewoon bij was, toch? We hadden cola hard gewonnen. Maar het is dat ik er niet bij was. Echte aanvoerder. Maar waar ik was er niet bij, daarom hebben we niet gewonnen. Maar volgende wedstrijd, ik ben erbij. We gaan winnen. We gaan kampioen worden. Hey! Op YouTube volgen allemaal. Hè. Allemaal we hebben, liken, we hebben vandaag alles. Gewonnen. We hebben vandaag sowieso gewonnen. We hebben vandaag 2-1 gewonnen, maar... 2-1. En hebben jullie nog gescoord dan? Ja, ik ben aanvoerder, dus... Heb ik toen ook al die interview gezegd, maar ik ben aanvoerder, ik ben... Ja, de beste. Dit is gezoend met de barvrouw. Maar ik zeg niet wie. Dat gaan we niet doen. Met de barvrouw? Ja, hoe oud was die barvrouw? Ja, gewoon 18. 17. Oh. En hoe oud was de desbetreffende jongen? Dat weet ik niet. 18. Oh, dat was echt... Sorry. Was jij het? Nee. Zeker niet. Zeker niet. En was de barvrouw een beetje knap? Als je haar cijfers zou moeten geven van 1 op 10, wat zou je haar geven? Gewoon 9. 9. Ik ook wel 9, man. De sfeer zit er al super goed in. Er worden lekker shotjes gedaan, er worden lekker uitjes genomen. Niet alleen dat. Maar iedereen gaat ook echt los op de muziek. Maar op wiens muziek kan je nou meer losgaan dan op de muziek van Pook? Geniet van de beelden. Nou jongens, ik zit hier met... Pook, Pokro. En hoe vond je het gaan te optreden? Ik zweer, je hoort het al aan de naam. Woorden op zijn kop. Ging helemaal los, supergezellig. Iedereen die hier was vanavond, hier is positieve, goede energie. En I love it, man. Ik zweer, man. Echt. En als er 1 nummer is voor jou, wat echt jouw favoriete nummer is, welke nummer is dat dan? Jij komt niet van hier, hè? Dat is echt mijn favoriete nummer, man. Ja, en waarom? Daarna komen wel een paar, maar die is echt een nummer van wij komen niet van hier. Maar als we elkaar tegenkomen, is het altijd lekker. Dus ja, is je boy Pokker, good vibe, good energy. Ja, de vibe zat er zeker in, net. Ja, man. En als er nog een artiest is met wie je zou willen samenwerken, welke zou dat dan zijn? Er zijn er veel, maar nu zit ik aan Tino Martin te denken, man. Tino Martin? Ja, gewoon een hele andere hoek, andere stap, man. Gewoon volksmuziek, man. Ja. I just like that, man. Ik persoonlijk hou echt van Nederlandstalige muziek. Natuurlijk doe ik wat R&B, wat hip-hop, maar ik luister best wel vaak Nederlands muziek, man. En wat is dan jouw favoriete Nederlands artiest? Je weet het al, André Hazes. André Hazes, natuurlijk. Dat is een nummer die ik altijd doe, ook in mijn set. Bloed, zweet en tranen. Is gewoon, sommige nummers zijn echt gewoon in je hart. Weet je? I like it. Wat vind jij ervan? Nee. Maar wat? Geef me die mic even. Is goed. Ga ik jou interviewen even? Oké, is goed. Oké. Welke artiest vind jij de lijpste van Nederland? Ik heb 1 echt favoriete artiest en dat is Kraantje Papi. Wauw. Kraantje, je hoort het. Ik zweer, ik hou ook van Kraantje Papi. Ja? Ik ben fan van Kraantje Papi. Ik spreek hem zelf. Maar hij is gewoon ook een hele pure. I love you. We love you. Komen jij. En ik ben nog niet klaar. Oké.
welke artiest vind je live goed performen? Nou ja, ik ben recent met de cameraman, Thanos heet hij. Shout-out naar jou, cameraman. Ben ik naar de Kid Laroi geweest. Mm. En ik ben wel naar meer concerten geweest, maar daar zat de... Hij zorgde er wel echt voor dat de sfeer er zo goed in zat dat alles op zijn kop ging. Net zoals hier net bij Bode. Ik moet zeggen, ik kom heel vaak hier. Ik denk dat het publiek hier wel echt het meest los ging vanavond. Als ik kijk naar de voorgaande keren. Dus ik vind jou ook heel goed live. I like it, I appreciate it, man. 100%. Wij komen om een feestje te geven. En ik moet nog wat zeggen. Binnenkort nieuwe muziek. Ik heb vaak gezegd, maar dit keer komt het echt aan. Dit jaar ga ik gewoon droppen en droppen en droppen, want ik heb echt lang stilgezeten. Oké, ik sta hier met Kik. Kik. En jij stond bij Poke op het podium. Ik stond bij Poke op het podium. Hoe was dat? Ja, ik stond daar gewoon en hij vroeg wie op het podium. En hij pakte mijn hand en ik loop erop. En we mochten samen gewoon liedjes zingen en de publiek inspringen. Het was leuk. En lukte dat een beetje, publiek inspringen? Ja, ja, ja. Echt. Poke, kom alsjeblieft vaker. Dit was echt leuk. En stonden je vrienden ook op het podium of dat niet? Nee, die wouden wel, maar hij trok maar 5 mensen of zo. Hij trok mij wel, gelukkig. Maar het waren 2 nummers volgens mij, of niet? Ja, ja, hij gunde ons wel. Hij gunde ons wel. En was de vibe op het podium een beetje goed? Ja, ja. Word er ook bij. Het gaat echt goed vanavond. Echt waar. Echt goed. Ja, het was niet de drukste avond, maar wel echt leuk. Dat hij ook mensen op het podium maakte was leuk. Ande, ande, oef, boom. Ande, ande, oef, boom. Ande, ande, oef, boom. Ik sta hier met Finn, man. En Finn, hoe versier jij nou de dames? Want aan jouw kledingstijl te zien, kan je dat best wel goed denken. Ja, vind mijn kledingstijl aan. Ik vind jouw kledingstijl heel hard. Oké, dankjewel, dankjewel. Nee, gewoon mezelf zijn, man. Gewoon een beetje lachen. Gewoon leuk doen. Gewoon, ja, gewoon leuk doen. En gebeurt dat ook vaak dan in de club? Nee, maar in de club niet. Ik heb... Wil je eerlijk weten? Ja. Ik heb nog nooit een dame in de club geregeld. Ik heb alleen 1 keer mijn allereerste blauwtje en ook mijn laatste blauwtje was in de club, man. Hier in Bode, man. Hier in Bode. Welke artiest was er toen? Fredda, man. Oh, dat is nog niet zo lang geleden. Nee, man. Dat was laatst, man. Ja, man. Pijnlijk, man. Ja, man. Ben je over het algemeen dan wel goed met vrouwen? Ik ben lief. Ik ben lief voor vrouwen. Ik hou niet met vrouwen, dus ik ben... Renzo! Hey, weet je, ik had een broodje speciaal met frikandel. En toen kreeg ik een regenboog. En toen had ik een tosti. Hey! Oh, kut, ik zit in die video, sorry. Maakt niet uit. Dat gaat er zeker in. Wat is het raarste wat jij ooit, of het leukste wat jij ooit hebt meegemaakt na het zuipen? Na het zuipen? Ja, of tijdens het zuipen. Oké, nee. Ja? Wil je het echt weten? Ja. Oké, ik heb dus een maat van mij die... ik was met hem bij een ander maatje van mij aan het zuipen in de schuur. En vervolgens liep ik met hem naar huis. Dat is mijn beste maat, ja. En hij had een drankfles vast. En ik ging rennen. Gewoon ineens. Ik ging rennen. En hij rent mee. En ik stop. En hij struikelt over zijn voet of zo. En hij valt in die drankfles valt op de grond. En heel zijn hand lag onder bloed. En ja man, dat was een van de grappen. Ik heb echt 3 minuten op de grond gelachen. Echt waar. En hoe is dat verder afgelopen dan? Moest hij naar het ziekenhuis? Ja man, ik zei tegen hem van, het was echt hier. Het was echt bijna op zijn ader. Ik heb hem echt gezegd van, je moet naar het ziekenhuis. Maar ja man, dat was wel het raarste, man. Dames, Veehassen en ik kan later met jouw dochter chansen. Zo. Ik ben vanavond jarig. Oh. Oh, 19. Gloria, in de gloria, in de gloria. Gaan we helemaal fout. En gefeliciteerd, jongen. Ja, heb je een beetje een leuke verjaardag? Ja, ik ben weer tering bezopen. Ik ben weer veel te bezopen. Alek, gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Alek. Iedereen kent hem, hè. Ja, maar is echt... Ben je een populaire jongen? Sowieso. Heel populair. En ben je dan ook populair bij de vrouwen? Heb ik moeite mee. Ik sta hier met... Laura. Huh? Heet je Laura?
Echt zo? Heet je echt zo? Heet je echt zo? Heet je echt Laura? Heet je echt Kenzo? Renzo. Maar hoe heet jij? Ik heet Renzo. Echt? Ja. Heet je echt Renzo? Ja. Heet je echt zo? Ja. Ik heet Kenzo. Echt? Ja, oh. Maar, nu ga ik eens even wat vraagjes stellen aan jou. Wat is de oudste jongen of meid waarmee jij hebt gezoend? Mijn oudste jongen waarmee ik heb gezoend is 22, misschien 25. En hoe vaak en hoe vaak heb je met hem gezoend? 12 keer of zo. 12 keer? Oeps. Maar hij is wel knap hoor. Hij is wel oud, maar wel knap. En ga je nu daten of is het gewoon lekker zoenen, tongen? Of... Nee, ik denk niet daten, nee. Hij zei zo tegen mij, hè, nadat we hadden gezoend, van... Maar wat vind je van nou van me? Ik zei zo, ja, wel knap jongen. En tot hij 5 dagen niet meer gereageerd. Ja, dus ik denk dat het alleen maar zoenen is. Meer niet. Misschien, nee, grapje. En vanavond nog jongens gezien waarmee je wil zoenen? Heel veel. Zo, wat je type? Dat weet ik zelf ook niet zo goed. We gaan voor alles. Maar ik val vooral op boeren. Ik hou van boeren. Ik kom van het platteland, hè. Ik hou van boeren. Pafferdam. Ik heb een potje met bieden gegeten en een paar bieren. En wat voor bier? Grols? Nee, jongen. Ja, we hebben ook nog altijd de panini, hè. We hebben ook nog altijd de panini, maar die blijft staan. Die gaat niet zo ineens in de zee. Hey, dankjewel, Laura. Alsjeblieft, Renzo. Oké, ik sta hier met... Finn Engelsma. En Finn, wat is het raarste wat jij hebt meegemaakt tijdens het uitgaan? Ik wou naar een wc toe gaan. En een jongen die ik oprecht best wel goed ken, die was aan het schijten in de prullenbak voor de wc's. Die was aan het schijten voor de wc's. Ja, wat was hij zo dronken? Hij was best wel heel erg dronken. En hij kon bijna wankelen. En hij was aan het wachten voor de wc's. En hij zei van, ja, fuck it. En toen zag ik hem lopen en hij liep naar de wc's. En ja, toen zag ik hem schijten gewoon voor die wc's. In die prullenbak, in zo'n kliko. Hij ging daar boven hangen, hij scheet in de wc's. Ja, man. En daarna, hij moest rennen voor die bewaking. Want die bewaking kwam achter hem aan. Hij was aan het rennen. En toen ging hij met zijn blote reet. Liep hij zo recht door de gemeente heen. Man. Hoeveel mensen waren erbij? Ja, ik denk een stuk of 15 of zo. Ik denk... En ze hebben hem allemaal zien kakken in die kliko. Ja, ik denk ongeveer 8 dames zelfs. Ja, man. Oh, wat kut. Ja. Oh, wat kut. Maar en in de vorige keer interview, toen zei je dat je een meisje zou vragen. Ben je er al van plan om een sticker op te plakken, om het officieel te maken? Ja, zeker. Zeker, zeker. En wanneer ga je dat doen? Ik beloof je nu, overmorgen ben ik bij jou. Ik vraag je, overmorgen. Ja. Is dat gebeurd? Ja, man. Hebben jullie nu een relatie? Ja, man. Kijk. Dat is goed, toch? Lekker, man. Je had het me beloofd, hè? Ja, ik had het je beloofd. En je hebt aan je belofte gehouden, daar ben ik blij mee. Ja, daarom. Hé, hey, lekker man. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Ik wil bedanken nu naar Tess. Wie is Tess? Tess Marcus. Dat is mijn stiefzusje. Oeh, Tess Marcus. En hij wil ook nog een bedankje doen naar Eline. Daar werd net iemand weggetrokken door de beveiliging. Wat gebeurt daar? Ik sta hier met Tycho. En Tycho, wat is nou de grootste blunder die je hebt gemaakt tijdens het uitgaan? Hoi. Dat ik heb geprobeerd, toch? En ja, ze wou gewoon niet of zo. Een blauwtje dus? Ja, gewoon een zwaar blauwtje. Was dat hier in Bode of was het ergens anders? Het was ergens anders. Ah, mooi. Hier in Bode gebeurt dat hier niet in Bode gebeurt dat niet. Hier in Bode gebeurt dat niet. Als jij één celebrity mocht kiezen, wat nou echt jouw celebrity crush is, wie zou dat dan zijn? Roxy Dekker. Ja? Ja. Wat is je lievelingsnummer van haar? Eerlijk? Satisfy is wel beter, man. Ja? Ja, Satisfy is wel beter, man. En wil je nog iets zeggen tegen Roxy? Love you, Roxy. Love you. Ja. Wat vind je ervan dat ze met Koen van de bank zitten heeft? Kijk, als hij het kan regelen, kan ik het ook gewoon regelen. Toch? En zo is het, jongen. Nou, geniet van je biertjes. En fijne avond. En bedankt voor het kijken naar Bode TV. Dat was de aflevering weer voor... Tot de volgende, Henkie T. Dankjewel.